invriezen van zaadcellen. Om zaadcellen in te kunnen vriezen is het nodig dat u zaad produceert. Dit kunt u thuis doen of op de polykliniek. De kwaliteit van de zaadcellen wordt bekeken voordat ze worden ingevroren. De zaadcellen worden opgeslagen in rietjes en bewaard in vloeibaar stikstof. Door sommige behandelingen kan een man onvruchtbaar worden. Daarom worden de zaadcellen ingevroren voordat een man een dergelijke behandeling moet ondergaan.